Deloitte spant zich ook in om samen met een andere aantal partijen het verhaal responsible disclosure wat te belichten. Wat bedoelen we daarmee? Iemand die een bepaalde instelling wijst op een zwakke plek, die zou je niet meteen in zijn kraag moeten pakken en in het cachot moeten gooien. Die zou je ook kunnen zeggen, goh, dank dat je erop hebt gewezen. Hier heb je een dinerbon en het komt nog eens langs. Aan de andere kant mag je wel van die hacker vragen, als je dan dat disclosed, dat gat, doe dat dan een beetje op een prettige manier. Doe dat dan niet op een manier waarbij dat bedrijf meteen een hoop reputatieschade oploopt. Nou ja, dat is een moeilijke discussie, want die hackers zullen dan zeggen, ja, maar sommige partijen willen niet luisteren. Nou, en daarom maak ik het toch maar openbaar. Nou, daar moet je dat met elkaar over praten. Maar ik vind dat we daar wat genuanceerd in moeten zijn.